Eind juli leek het er nog op dat CWZ en ABC vastgoed alsnog tot overeenstemming zouden komen over de huur van de nieuw gebouwde polykliniek in Oosterhout. Nu is dat echter weer onzeker. ABC doet het pand over aan een beleggingsmaatschappij, wat voor CWZ inhoudt dat er opnieuw onderhandeld moet worden. Mocht men er alsnog uitkomen, dan kan CWZ de nieuwe polykliniek niet voor komende zomer in gebruik nemen. Van binnen is er nog 6 tot 8 maanden aan werk te verrichten om het gebouw gebruiksklaar te maken. Voor Christel een meet and greet met Nick en Simon. Of gewoon dat Joep gezond blijft. Dat zijn enkele wensen die mensen op de muur van The Wish Store in de Mariekestraat hebben achtergelaten. Daarvoor betalen zij een minimale donatie van 2 euro. Betaal je 5 euro of meer, dan krijg je een wensmunt waarmee je bij een andere winkel in de Mariekestraat een presentje kunt ophalen. Van de opbrengst laat Make-A-Wish Nederland wensen van ernstig zieke kinderen uitkomen. En een aantal wensen van bezoekers van de Wish Store. De winkel blijft nog tot eind december open in Nijmegen. Daarna verhuist hij naar een leegstaand winkelpand in een andere stad. Honderden personages uit de beroemde boeken van de Engelse schrijver Charles Dickens kwamen zondag tot leven in het historisch centrum van Druten. Straten bedekt met stro en gevuld met heerlijk geurende kerstbomen zorgden ervoor dat bezoekers helemaal werden ondergedompeld in de sfeer van het roemruchte Victoriaanse tijdperk. Op iedere straathoek vond men Dickens-tafereelen die bezoekers van de ene in de andere verbazing deden vallen.